ons huis is. Ik kan het nog steeds niet echt geloven. Een klein broodje, maar dit zit heel... Oeh, wat is het? Goedemorgen, dames en heren, jongens en meiden. En welkom weer terug in mijn nieuwe vlog. Wij zijn wakker geworden. Goedemorgen. Goedemorgen. Lynn is even lekker de make-up aan het doen. Want wij staan gelijk op punt om straks de deur uit te gaan. En deze dagen zijn superleuk. Want dit zijn de dagen waar ik echt steeds het meest zin in heb. En echt steeds het meest naar uitkijk. En dat is namelijk, we gaan naar ons nieuwe... Ja. Zo, ik ga wel door hoor, ik heb haast. Want ja. Ik krijg wel stress van jou. Schiet jij even op, inderdaad. Ja, we moeten namelijk ook nog even ontbijten. Want anders gaat het natuurlijk fout bij Lynn, dat is niet zo handig. Maar we hebben om 10 uur ongeveer een afspraak bij het nieuwe huis. Dus ja, ik heb er echt super veel zin. We zijn er nog niet een keer in de ochtend geweest. Want het is elke keer een beetje in de namiddag geweest of in de avond. Maar in de ochtend zijn we nog niet bij het nieuwe huis geweest. Ja, toch? Of niet? Oh nee. Volgens mij niet. Nee. Dus we kunnen ook nu... Het is heel gek, maar dan kunnen we nu ook zien hoe de stand van de zon is in de ochtend. Waar komt die een beetje... Nou, het is al 10 uur straks natuurlijk, maar waar begint dit een beetje? Dat vind ik altijd wel leuk om te zien ook. Dus, nieuwe dingen. De reden dat we daar dus een afspraak hebben is dus eigenlijk voor precies dit. Beveiligingscamera's. Die hangen er namelijk wel al, maar we willen eigenlijk heel even kijken hoe het huidige systeem werkt. En wat we nog allemaal eraan kunnen verbeteren. Ook qua beveiliging gewoon in het algemeen daar. Omdat als wij daarin gaan natuurlijk, we zijn eigenlijk, als we de eerste maanden daar al zitten, is Lynn bijna hoogzwanger. En we krijgen natuurlijk een gezinnetje, dus we hebben ook niet zo'n zin in kattenkwaad en gezeik en allerlei irritante mensen die weer aandacht gaan lopen vragen. Heel eerlijk, net zoals bijvoorbeeld die guy die van de week hier voor de deur geweest is, waar natuurlijk de politie voor gebeld is. Dat willen we gewoon allemaal zoveel mogelijk voorkomen. En camera's schrikken gewoon heel erg af. Dat is gewoon echt een feit. En ja, we hopen ook natuurlijk dat iedereen het respecteert. Lynn is zwanger straks. Je gaat niet als een idioot aanlopen bellen of lopen stalken of irritant lopen doen, zeg maar. Dus dat is ook hierbij eigenlijk wel weer de vraag natuurlijk van, hou het alsjeblieft rustig. We hebben straks een kindje. Ja, maar ik hoop dat... Kijk, de meeste mensen met fatsoen begrijpen dat uiteraard. Maar jullie weten hoeveel gekken er zijn en hoeveel verhalen we wel eens verteld hebben van wat er soms gebeurt. En ja, dat blijf je er altijd tussen hebben. Gewoon idioot. Maar, superleuk dus. Wij gaan straks naartoe. Ik ga even een koffertje nemen, even mijn schoenen aandoen. Ik moet mijn haar nog even fixen. En dan kunnen wij dus de deur uit als Lynn ook klaar is. Iets wat ook even moet gebeuren. Kattenvoer voor de beestjes. Die moet gevuld worden. Hoppa. En kijk, dit is mooi. Dit maakt dus echt helemaal geen reet uit. Ik morst dus nu een beetje over de vloer. Maar wedden? Kijk, dit bedoel ik. Wedden dat als ik thuis kom, dat het allemaal opgegeten is door Poekie. Poekie is echt de stofzuiger. Poekie die eet altijd alle brokjes van de vloer af. Ja. Succes. Dat zijn allemaal trouwens. Kijk, ze aankomen lopen. Ze komen ook echt als een... Hier, daar gaan ze al. Hoppa. Ze gaan al stofzuigen. Lekker, man. Hey, dankjewel, hè. Ze komen echt aan als de stofzuigsquad. Van, met z'n drieën komen ze aanlopen. Zo, die gaat weer netjes hier. Hop. Indla. Het stofzuigteam is bezig. Poekie eet ze daar bij de deur. Sniff eet ze daar. En Snies eet ze daarachter. Nou, succes. Ik ben ready om de deur uit te gaan. En ik ga jullie laten zien of het ook echt zo gebeurd is. Hebben ze het helemaal opgeruimd? Nou, hier ligt helemaal niks meer. Geen brokje. Geen enkel brokje. Ah, er ligt er nog eentje hier. Kijk, zie je? Daar ligt nog één brokje. En hier ligt nog één brokje. Nou, dan gooien we die in de voerbak. Hop. Zie je? Voor de rest heb je alles netjes opgegeten, jongen. Goeie stofzuiger. Nou, mooi. Het is ook nog eens zonnig vandaag. Zo, dan kunnen we ook lekker daar de tuin mooi zien met de zon. Ik kijk er echt helemaal naar uit. Wij zijn onderweg, jongens. Ze komen over een kwartiertje al aan in Willebrord dus. Lynn die ligt half te slapen even naast mij, want die heeft een hele slechte nacht gehad. Omdat de baby dus alleen maar zat te trappen en te doen. Dus ze heeft even mijn zonnebril opgedaan. En ze ligt hier eventjes met de ogen dicht. Ze hoort me wel, denk ik, maar ik laat haar even lekker liggen. Mijn vader is er dus al. Die had sowieso de afspraak gemaakt, ook met het beveiligingsbedrijf. Die zie ik daar straks ook. En ja, kijk, het is dus elke keer natuurlijk even een dingetje. Ik ga niks binnen filmen, want dat wil ik allemaal pas later tot eind september. Dat we echt de sleutel hebben en dat ik jullie de volledige home tour kan geven. Dat heb ik al een aantal keer gezegd. Maar wie weet dat we vandaag weer iets extra's kunnen laten zien. Dat is altijd eventjes wachten natuurlijk, afwachten bij het huis zelf. Maar dat gaan we dus straks zien, want we zijn er over een kwartiertje. Het welbekende bord. Lynn is ook wakker ondertussen.
Hallo. Hey. Zo, een beetje energie weer? Nee, toevallig niet. Zo zie je er ook niet uit. Gafje. Nee, kijk eens jongens. Het bekende bord. Sint Willebrord. Hey, we zijn er weer. Welkom in het dorpie. Oké, het is een klein stukje rijden nog van de vier natuurlijk. Oh, ik heb er zo'n zin in. Ik heb er zo'n zin in om het huis weer mooi te zien. Het is geen strak blauwe lucht, dat niet. Maar het is wel een mooie dag, denk ik. Om even daar rond te lopen, toch? Ik denk het ook. Wow, kijk even dit. Als we hier door aankomen rijden, gaat hier boven. Gaat een vliegtuigje. Oh, en zoals ik al laatst vertelde, er zit dus Breda Airport zit hier in de buurt. En daar was dus een tijdje geleden echt zo'n zweefvliegtuigje op de snelweg gecrashed. Maar wat is dat Breda Airport? Ja. Of dat kleine vliegveldje? Ja, dat is Breda Airport. Is dat Breda Airport? Ja. Nee. Ja, ik zweer dat. Dat is echt waar super dichtbij. Waar je een restaurantje hebt? Ja, dat is Breda Airport. Nee joh. Ja, echt. Huh? Ja, er is geen andere Breda Airport. Dus ook, het is zeg maar eigenlijk alleen daarvoor bedoeld. Dus ook geen verder internationale vluchthaven of zo natuurlijk. Ik dacht al van, hè? Nee, je kan niet vanaf daar naar Gran Canaria of zo. Nee, precies. Oeh, daar zijn we weer. Kijk, de mooie plek. De mooie plek. Oh, het blijft echt gek nog steeds om hier aan te komen. Het blijft echt een vakantiesfeertje. Ik vind het zo raar om dan hier aan te komen. Het voelt nog steeds niet als ons huis. Ja, een klein maandje nog. Ja. Een groot maandje nog. Sorry. Het voelt echt nog niet als ons huis. Kijk eens, hij staat hier mooi jongens. Dit is precies zo'n vliegtuigje als wat er toen is neergestort volgens mij. Zo'n zweefvliegtuigje. En daar gaat er een. Hallo meneer. Zo. Wij zweven. Ja, dat is er een. Ja. Zo leek het wel. Ja. Hey, wij hebben net alweer even allemaal dingen besproken. Ik heb even niet gefilmd jongens, dus we moesten namelijk gelijk even aan de slag om wat dingen dus te bespreken. Wat allemaal voor de beveiliging et cetera allemaal super handig is. Wel leuk om hier even weer te zijn vind ik. Ja, dat vind ik ook. Ja, hè? Toch lekker hè? We hebben even binnen gezeten. Dat is mooi hè? Ja, het is niet zo lang geleden toch dat we hier voor het laatst zijn geweest. Nou, inmeten nog. Ja klopt, voor het inmeten waren we hier inderdaad. Nou, we moeten dus straks weer terug. Maar we moesten nu eventjes voor de beveiliging, straks moeten we voor de inloopkast. Maar het is nog steeds heel gek. Als je dan hier staat dat dit over een tijdje ons huis is. Ik kan het nog steeds niet echt geloven. Het is echt heel raar. Jij hebt ook al je plek geclaimd om te zien met je auto? Ja, ik zet hem expres daar zodat jij hem hier kon zien. Ja, dit wordt toch alvast jouw plek dus. Ja, ik niet weet. Ja, ik denk dat ik hem steeds gewoon daar lekker ga zetten. Ja, dat ding wat omhoog niet, gaat. Omdat je nu nog een beetje op visite bent. Toch? Ja, klopt. Maar dan zet je hem gewoon daar. Het voelt nog niet als mijn huis natuurlijk, nee. Of als ons huis. Dus vandaar. Dat je gewoon lekker daar kan laten staan. Ja, en dan de Ferrari binnen. Wat zeg jij? Misschien ook nog in een overkapping ooit. Ja, hier inderdaad. Dat zou wel mooi zijn. Ja. Een beetje in de stijl van het huis. Ja, hè? Ja, klopt. Als je hier zo'n overkapping zou hebben. Ja, een verlichting. Allemaal ideeën. Hey. Ja, toekomst. Over een maart? Nou, toekomst. Nog een maartje. Is toekomst. Het is, ja. Het is zo kort nog, jongens. Nou, wij gaan dus nu alleen gelijk weer even weg. Want we gaan even lunchen in de buurt. Want straks hebben we dus weer een afspraak hier, wat ik al zei, voor de inloopkast. We gaan in de achterrijd. Het is ook weer even wennen hoe we dit elke keer gaan doen. Want je hebt hier een klein hobbeltje. Kijk. Wat een plaatje zo, hè. Prachtig. Prachtig, hè. Echt een mooi plaatje. Oh, dit blijf ik ook zo'n prachtig huis vinden, hè. Dit is echt verderop. Kijk even. Dit ziet er toch ook echt fantastisch uit. Super dik. En ook echt belachelijk groot. Oh. Het restaurantje waar wij even wat gaan ontbijten heet ook echt Restaurant de Cockpit. Lunchen. Kijk, nou dit is mooi jongens. Leuk. Grappig, dit is echt gewoon naast het nieuwe huis dus tenminste. Je hoort ook heel veel vliegtuigjes overkomen, helikoptertjes hoor je. Allemaal echt dicht bij ons huis dus. Kijk, hier staat het. Café en restaurant de Cockpit. Mooi man. Wij zijn lekker gaan zitten jongens. En we zitten echt precies dus gewoon bij het vliegveldje. Je hoort dus ook hier eigenlijk vliegtuigjes op te zien stijgen. Maar dat gaat niet aan de lopende band zoals bij Schiphol. Dus misschien dat ik straks eentje op beeld ga krijgen. Maar dit is hier echt gewoon de landingsbaan hiervoor. Dus dat is wel, wel leuk. Echt daar stijgen ze gewoon op. Daar gaan ze gewoon de lucht in. We hebben nog geen één gezien hè? Ja, net ging er even één snel. Maar misschien dat ik straks even eentje op beeld kan krijgen. Ik ben benieuwd. Kijk jongens, daar gaat een vliegtuigje. Die wordt voorgetrokken. Check hem. Door een kwad. Wat leuk. Mooi dit. Goeiedag jongens. Kijk eens even wat een broodje dit is. Zo. Nou, mijn honger is wel gestild straks, dat denk ik. Ik dacht, ik krijg gewoon een klein broodje. Maar dit zit heel... Oeh, wat is er? Fuck, mijn vingers zat er tussen. Zo, ik hoorde ook echt knak. Oh, niet aankomen. Kan je hem nog bewegen? Ja. Ach, dat is groot. Echt
zo verbaasd. Ja. Oh jongens, ik verplaatste mijn stoel. En ik deed hem zo naar voren, maar Linde vingers zat hier. Laat zien. Oei. Je hoorde ook echt een keide knak. Ik dacht, ik breek die of zo. Zo, gaat gelijk een vliegtuig hier. Ik zie hem alleen niet. Nou, we gaan even eten. Oh. Er hoorde echt een keiharde knak geworden. Ik dacht eerst even dat ik je pink gebroken had. Ja, nou, dat was er ook van, maar ze is al krom. Je ziet alleen een klein plekje nu. Ja, dit is echt zo'n kut ding. Als je dat tegen elkaar aandoet keihard dan... Maar ik hoorde echt een knak. Ja, ik ook. Ik dacht, misschien dat het kootje knakt of zo, maar het doet wel echt Het was echt sowieso je vinger wat knakte, denk ik. Ja. Echt pijn. Hé, hey, dat is leuk. Lekker vliegtuigen spotten. Heli spotten. Dit is ook wel leuk gedaan. Bedankt voor uw bezoek in ons restaurant. Graag tot de volgende vlug. Nou, hé, leuk. Zo, gelukkig zijn we niet aan het vliegen nu. Nee, dat niet. Zo, nou, ik moet zeggen jongens, super leuk om dit ook even uitgeprobeerd te hebben. Het is natuurlijk gelijk een restaurantje wat we dan, waar we vaker kunnen gaan eten. Zo, er zit weer wat op mijn lens. Oh, dat zien jullie waarschijnlijk niet. Dat is echt chill, hè? Hebben jullie ook dit restaurantje weten welke hier kunnen we vaak heen? Dit was top. Ja, heel lekker. Top. Deze is helemaal goed gekeurd. Ook leuk. Nou, vooral als het straks echt lekker weer is een keertje bijvoorbeeld. Dan zit je echt leuk aan vliegtuig te kijken. Want nu hadden ze dat zeil zo dicht. Dat zonnescherm. Dus kon je net de vliegtuigen niet zien. Dat was heel jammer. Die helikopter kon je wel heel goed. Ja, die kon je wel. Ja, ja. Het is ook echt 5 minuten rijden. Zo, het is echt heel dichtbij. Het is gewoon om de hoek. Ja. Nou, we gaan dus nu terug weer naar het huis. Zo, oh! Ja! Ja, daar ging het precies over. Oh, kijk. Daar ging die precies over. Nou, we gaan nu terug naar het huis, want we hebben nu dus de afspraak voor de inloopkast. En de babykamer. Ja, klopt, die ook. Ja. Als ze er zijn tenminste. Oh, ik ga 1 afslag te vroeg. Of niet? Huh? Ja. Ja, ik moet ook nog helemaal de weg hier leren kennen natuurlijk, hè, jongens. Ik ken het hier nog helemaal niet. Je hebt dus hier in het dorp alleen maar vrijstaande huizen. Overal. Overal vrijstaand en... kasten van villa's. Ja, echt groot. Kijk maar overal. Kijk, ja, hier ook weer een grote villa. Hier een super groot mooi huis. Het is echt ongelooflijk. Het zijn echt prachtige huizen hier. Maar dat is ook wel echt dit Brabant. Dit is echt Brabant. Voor mij, dit straatbeeld voelt echt als thuiskomen. Ja, dit. Brede wegen. Alleen maar vrije huizen. Ja. Kijk, deze staat ook te koop. Nou, als iemand geïnteresseerd is, kan je kijken. Hier, dit soort huizen. Zoveel vrijstaande kasten, joh, allemaal. Maar ik moet daar nog echt aan wennen. Zoveel vrijstaande huizen. Ik ben ook wel gewoon een beetje de rijtjeshuizen gewend, zeg maar. En niet allemaal... In Brabant heb je zoveel meer ruimte. Ik hoor een oversteekplaats. Oh! Dat is hierboven, kijk. Wow, inderdaad. Een bruggetje. Wacht, zien we dat? Even kijken. Het is echt een loopbrug. Let op. Hier is... Dit is een bruggetje. Ik denk dat het niet goed ziet. Of wel? Ja, ik denk dat je zag het misschien wel. Het is een eekhoorn oversteekplaats. Daar had ook een bordje van. Grappig. Ook weer echt een prachtig huis. Kijk eens even. Ja, er staan wel echt mooie huizen. Jongens, hoe erg zou het zijn, hè? Stel je voor, als ik hier op dit bord, Sint-Willebord, kijk, PSV-sticker, hangt hier gewoon. Hoe erg zou het zijn als ik hier kon wonen en daar een Feyenoord-sticker zou plakken? Ik denk niet dat ik daarmee echt een goede indruk maak dan. Hey, ik denk niet dat het heel handig is als ik daar een fijne sticker ga plakken. Nee, tuurlijk niet. Ik denk dat maar niet in dank wordt afgenomen. Nee, tuurlijk niet. Dan zou ik geen goede eerste indruk hier in het dorp maken misschien. Nee, dat denk ik niet. Wij komen hier in ieder geval weer aangereden op het huis af. Afgereden, aangereden, hoe zeg ik het ook. En dan gaan we even weer kijken voor de kasten. Dus kijk, als het goed is, ik weet niet of de poort er open is. Even checken. Misschien, want het is precies 1 uur nu. Oh, nee, hij is nog dicht, zo te zien. Oh, ik kan wel echt wennen aan dit beeld, hoor. Ik ga even aanbellen. Hij heeft nog nooit gedaan, namelijk. Ding dong. Ja, dat heb ik nog geen eentje gedaan hier. Normaal stond hij al open. Ja. Kijk eens, perfect. De poort gaat mooi open voor ons. Wauw. 1 hour later. Ja, jongens. Helaas. Gaan we voor de rest niks meer filmen hier. Oh, het blijft mooi. Even kijken. Maar we bewaren alles nogmaals tot september. Oeh, bijna. Oh, en zo gaan we dan weer weg vanuit ons huis. Ja, het is een beetje moeilijk elke keer als we hier op bezoek zijn, jongens. Met het filmen natuurlijk. Omdat ook de huidige bewoners en spullen staan nog allemaal in huis. Dus het is ook gewoon niet zo netjes om dan helemaal te,
te gaan filmen natuurlijk. Hè. Dus vandaar dat we dat allemaal lekker nog allemaal geheim houden en respecteren. En vandaar dat het allemaal pas later, op de dag dat wij de sleutel krijgen, online te komen. De grote tour. En dat we echt alles kunnen laten zien. Oh. Maar de afspraak voor de kast is ook gelukt. Dus dat is fijn. Ja, ik ben nu gelijk al dingetjes aan het opzoeken. Want dan zou ik nog doorsturen. Ja, klopt. En dan krijgen wij van de week, als het goed is, ook gelijk een tekening van hoe het dus ongeveer eruit gaat zien. Dus dat is ook wel weer... leuk. Oh jongens, die vlogs gaan zo leuk worden. Jullie gaan zoveel verschil... Maar er gaan zoveel mooie dingen gebouwd worden. Ja, jullie gaan zoveel verschil zien en dingen die gemaakt gaan worden en maar alles. Maar ook heel snel, want het gaat allemaal gebeuren als we erin gaan. Klopt, het is niet dat we inderdaad eerst 3 maanden in een leeg huis gaan. Nee, het gaat gelijk beginnen. We hebben eigenlijk alles gepland dat alle meubels gelijk al de eerste week gaan komen. Of in ieder geval in de eerste maand. Dus er gaat heel veel gebeuren dan de komende tijd. Oh, kijk eens even, Lynn heeft inderdaad al hier... Wow, voor de inloopkast. Zoiets gaat het worden. What? En er komt ook een make-up hoekje bij natuurlijk. Maar ook deze kleuren? Of, ja, waarschijnlijk heb ik met hem besproken. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wordt het een beetje beige kleur. Ja, beige, glas, ledstrips inderdaad. Dat komt er allemaal... Ja, de detail het moet nog verder uit. Dit zijn gewoon inspiratiebeelden van internet. Ja, tuurlijk. Maar dit komt ons... er ook. Dit vind ik zo mooi. Ja, zo'n midden. Ja. Kijk, zo'n middenbord. Ja, hoe heet het? Dat. Ja, en een make-up hoekje. Ja. Oh, ik ga jou niet meer tegenkomen. Dit wordt de kast waar jij de hele dag gaat zitten. Mijn ding, Wow, kijk eens waar hier thuis komen, jongens. Wow. Mijn vriend. Je vriend? Mijn vriend. Nou ja, niet mijn vriend. Dag. Zo. Hoppa. Jeetje, goeiedag, hé. Dat was een dikke reiger. Hey. Nou, ik vind dat niet heel leuk als die de een heeft opgegeten. Zo, goeiedag. Ja, dat zou goed kunnen. Kijk, het zit helemaal vol met die reigers. Nou, we zijn weer terug thuis. Mooi. Oh, dat was echt een hele grote, zeg. Jeetje. Zo heb ik hem nog nooit zien zitten zo op de brug. Zo kan ook niet, schrok me kapot. Groot beest. Dat zijn echt grote beesten, die reigers. Ik heb ook nog nooit een baby reiger gezien of zo. Heb jij wel eens een nestje reigers gezien? Nee, nooit. Hoe gaat dat eigenlijk? Bij ons zit dat ook niet. Bij ons waar ik ben opgegroeid. In Brabant, bij jou daar? Ja, bij mijn huis niet. Nee, precies. Oh, de deur moet even open. Ja, dat kan ik niet. Dan moet je even de kamer vasthouden. We moeten even de code doen, hè. Heb jij een leuke trui aan eigenlijk, G? Die heb ik van jou. Dat was op onze eerste ontmoeting. Toen gaf je mij deze trui. Omdat ik had geen trui toen, dus ik mocht de trui van Lynn aan. Ja. Had je echt geen trui? Nee. En het grappige is dus, toen heb ik deze trui gedragen, had ik daar allemaal parfum opgespoten. En toen heeft Lynn deze trui mee naar huis genomen. Rook ik van jou. En toen werd je verliefd, toen dacht je, poh. Nou, dat is wel mijn favoriete keurtje. Ja, toen dacht je, dat ruikt lekker. Dat is wel heel lekker. Toen appte je me nog van, zo, zit jouw parfum op die trui? Wat draag jij? Toen dacht ik, die is in de pocket. Die heb ik veroverd. Nou, kennelijk wel. En nu ben je zwanger. De tijd kan snel gaan, jongens, hè? Oh, kijk, zelfs ook... Ja, jongens, hier. Dit bedoel ik, hè? Onze tuin is echt een... Er zitten zoveel reigers hier. Nu alweer daarin. Aan de andere kant van de tuin gewoon helemaal. Die zit gewoon op de loer daar. Gewoon te chillen. Zoveel reigers. Wel echt lekker die zoomfunctie van iPhone. Ik gebruik ook vaker mijn telefoon, omdat je kan daar wat dingen beter mee laten zien. Daar kan je wat beter mee zoomen dan bijvoorbeeld die cameralens. Is dat wat handiger? Kijk, kan nu bijvoorbeeld op de buik van Lynn inzoomen. Hij is echt aan het groeien. Ja. Ja. Ja, we zijn over de helft, schat. Dus het mag ook wel gaan groeien nu. Ja, het groeit ook wel echt ineens. Ja. Ja. Hoe voelt dat nou? Hoe voelt dat nou? Zo, kijk eens. Ja. Oh. Tot een rondje, hoor. Hij is nu echt aan het poppen, maar het doet ook pijn. Want het staat ook helemaal strak voor mijn gevoel. Het wordt echt een rondje nu. Ja. Oh. Kijk eens. Ja, een bolletje. Het is echt een bolletje, ja. Zo, als we hier thuis komen, jongens, het begint gelijk te storten en lekker met bakken uit de lucht te vallen, zo te zien. Dat is wel leuk, hè? Ik ben ook zo benieuwd hoe dat andere huis dan gaat zijn als het regenachtig is. Want ja, zoals we weten, in Nederland is het nog wel aardig vaak regenachtig. Maar dit huis is altijd best wel mooi als het regent. Maar ook door die grote ramen. Het is ook altijd mooi om alsnog de tuin zo te zien. Maar daar bij dat huis kijk je ook prachtig zo de tuin in. Dus het is ook weer leuk om daar elk verschillend seizoen mee te gaan maken. Dat gaat weer helemaal nieuw worden. Ook hier bijvoorbeeld de sneeuw was prachtig ooit toen. Maar jij hebt goed nieuws. Oh, Poekie komt er voorbij zitten. Oh, Poekie! Poekie, wat doe je nou? Val je van de bank af, jongen? Jij wil nog even één ding laten zien van je kledingkast. Ja, ik zit even... Kijk,
Het worden waarschijnlijk zo, niet die kleur. Even kijken of het goed kan filmen. Maar het worden waarschijnlijk zulke deuren met dit soort handvaten eraan. Ja. Dus geen druk, want ik denk dat dat vies wordt. Als je glas hebt en je hebt druk, dan zie je de hele tijd je gore vingers erop staan. En dan komt... Oh, wow, wat deed ik nou? Oh, maar het is ook wel mooi met zo'n ledschip aan de onderkant trouwens. Dan komt dit in het midden. Ja. En dan ga ik daar voor lades. Dus niet open, maar lades gewoon voor de ondergoed en zo. Ik dacht, anders is het zo rommelig. Ja. Mag ik mijn onderbroeken daar ook dan leggen? Nee. Mag wel. Moet je alleen heel ver lopen voor een onderbroek. Ja, tuurlijk wel. Nee, zo'n lamp is trouwens ook wel mooi, hè? Ja. Dit. Kijk, qua kleuren... Maar dan moet je echt weer stroompunten gaan maken. De kleuren worden wel anders. De kleuren worden meer zo. Een beetje beige, wit. Even kijken. Wacht even. Hij is niet scherp. Ja. Een beetje... Ja, beige-achtig. Ja, waarschijnlijk. Ja, we weten het nog niet. Ligt ook aan de leverancier wat die kan leveren natuurlijk. Ja, ja. Mooie plannen allemaal, jongens. Hele mooie plannen. Oh, dit is echt niet grappig. Wat? Echt nog steeds. Gewoon tot hier ben ik nat geworden. Van net. Ja. Ja, eentje voeren. We hebben bezoek. Het is hier ineens wat drukker. Hallo. Deze man is een hele weekend naar het festival geweest. Geweldig. Hoe voel je je? Ja, geweldig. Je voelt je echt helemaal kut, hè? Ja, echt vreselijk. Alex zei, ik voel me depressief. Kan ik naar jullie toe komen? Ja, ik heb even sociaal contact nodig. Voel je je nu minder depressief? Ja, de sniesjes zijn er, dat scheelt. De sniesjes, ja, die zitten daar. En mijn vader is er, hallo. Kijk. Hallo. Zo, jij hebt vanochtend ook eventjes bij je meewezen kijken met alle beveiliging voorbij het huis. Ja. Super nice. Dat is mooi, hè? Allemaal goed. Ja, we hebben mooie dingen op de planning staan. Ik denk wel, ja. Ja. Ik vind die camera's die midden in de nacht aan het... pikken donker is, zeg maar, ja. Die dan toch alles kunnen zien. Klopt. Niet dan, ja, je hebt dus blijkbaar camera's tegenwoordig. Ondanks dat het gewoon aarde donker is buiten, kunnen die camera's dus alsnog alles en in kleur in zien. Kleur zelfs, nee, ik wist niet dat het bestond. Maar als die geplaatst zijn, kunnen we dat wel een keertje laten zien hoe dat werkt inderdaad. Maar dat, ja, ik wist ook niet dat het bestond. Wel echt heel ziek, die camera's. Het is wel erg weer, jongens. Het is wel echt heel erg. Wow. Het is echt niet normaal. Wat een stortbui ineens. Kijk eens even buiten. Maar nee, in ieder geval lekker. Misschien dat die boom eigenlijk een beetje water krijgt nu. Krijgt hij te weinig? Nou ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat de reden is dat hij er zo kaal uitziet. Ja. Of het is dat hij geen water krijgt, of het is gewoon nog steeds op dat graafwerk van het zwembad. Maar hij ziet er niet goed uit. Dat je beschadigd is misschien. Ja, dat kan toch? Zou kunnen. Want dat is de enige boom overal hier. Je moet gewoon even bijkomen. Ik denk niet dat het aan het water ligt, lijkt mij, toch? Nee. Maar het zou kunnen zijn dat er één grote wortel misschien geraakt is. En dat die even... Ja, dat denk ik. Dat is mijn echt dood is hij ook niet. Nee. Maar het ligt zoveel bladeren de hele tijd daar, jongens. Oh, wat een weer, hè? Oké, loop maar mee. Ja, dan moet je regen in. Ja, echt, weer gek. Wat een mooi ding is straks bij het nieuwe huis. Kijk, als dit zeg maar de voorkant is, ik heb het vanochtend niet echt goed kunnen laten zien, maar de laatste is hier, zeg maar, zo'n grote paal plaatsen. En zit er daar een dikke camera op en hier een dikke camera. Dat die alles gewoon zo kan zien, zodat alles wat rondom het erf ook gebeurt, dat het alles op camera staat. Dus dat is super mooi. Nou, er staat ook nog een lamp erbij, echt van alles. Maar dat hebben we vanochtend allemaal geregeld. Kijk, ja, hier hebben we natuurlijk sowieso ook allerlei camerabeveiliging. Daar hangen er bijvoorbeeld twee, daar hangt er daar bij de deur één, daar hangt er één. Het zit helemaal vol met camera's, zodat alles op beeld staat. Maar dat is wel... Je bent dadelijk wel lekker goed beveiligd. Ja, dat is een fijn gevoel. Ja. Nou, de groeten. Hey, groetjes. Later. Hoi, hoi. Zo, deze boom is een beetje paraplu, jongens. Oh, het is echt niet normaal. Stel er binnen. Wow, jongens, kijk eens wat we op tv zien staan hier. Project Geo Humor 2019. Je kan hem kopen of huren. Dit is dus 5 jaar geleden, bijna 6 straks. En jij hebt nog steeds niet betaald gekregen. Nee, moet ik even appjes sturen naar de productie. Hoeveel zou je krijgen? Te weinig. Vertel. 75 euro. Voor één dag? Ja. Nou, op zich. 75 euro voor een dagje. Is toch... Bro. Hoezo? Weer gek. Ik kom mijn bed echt niet meer uit. Nee? Nee. 75 euro per dag. Als je dat keer 30 doet, is toch een lekker bedrag in de maand. Nou. Nee? Ja. Nee, ik heb het niet gekregen. Dus nee. Ja, helaas. Oh, my God. Project Geo. Oh, ja. Ik ga niet over de betalingen daarbij, jongens. Dus, echt wel? Ik heb dat allemaal niet geregeld, dus ik kan het ook niet. Ik kan het ook niet helpen voor jou. Het is jouw film. Ja, het is mijn film, maar ik heb niet... Het werk daarachter gedaan. Wij zitten in de auto, jongens. We gaan namelijk even naar de snackbar toe hier in de buurt. Want we gaan even snel wat halen. Aangezien we dachten dat het even lekker makkelijk is. Dus hè, niks makkelijkers dan de snackbar. We zitten lekker. Er zaten dus drie politieagenten hier binnen. Die wil dus dat ik een keer een politiepakje aantrek. Dit is zo fout om te filmen. Nee, ik ben gewoon benieuwd hoe het jou zou staan. Zullen we dat een keer doen? Ja, gewoon. Vind ik wel een goed idee. Ja, toch? Ja, toch? Ja.
We hebben echt heel de winkel... Wat is er? Ja, Alex zit er echt zwaar doorheen, hè, vandaag. Hij keek echt heel vies. Hij zit er echt zwaar doorheen, deze man. Ja, ik zou... Ja, ik kan gewoon... Als je een leuke tijd hebt gehad, dan is gewoon... Ja, ja dan de dagen daarna is gewoon even helemaal kut, ja, zeg maar. Precies. Ja, ik snap het. Hoe komt hij dan? Wat heb je gedaan dan? Ja, vertel eens. Wat heb je dan eigenlijk gedaan? Heb jij iets gebruikt of zo? Wat niet? Oké, ik wil in ieder geval zeggen, we hebben heel de week lekker gezond gegeten, dus we dachten we kunnen nu wel hiervoor gaan, toch? Ja, even. Goeie. Nee. Ja, omdat vis wel 3 eieren gegeten. Heb je het hele weekend maar 3 eieren op? Nee, dat is een halve cheeseburger. Waarom had je geen honger dan? Wat heb je dan gedaan? Ik had het zo leuk dat ik geen honger had. Je had het zo leuk dat je geen honger had. Ja, dat heb ik nou nog nooit gehad, ik weet niet. Alex is al 2 keer naar het toilet geweest. Hij rent gewoon weg. Ja, en dan zit die snap te sturen dat er een waterval uitkomt. Dat is niet best. Nee. Jullie mogen raden. Komt dit uit de mond of uit de... Kont. Wat? Bij Alex. Oh. De waterval. Besef dat hij nu achter op het toilet hier ergens achter zit die dit soort snaps te sturen. God, maak mij beter uit. Wat een gast. Oh. Wat is er? Hey, vriend. Zo, en? Is even nodig. Ik heb al letterlijk 8 keer gehad vandaag. Wat? Ik heb al 8 keer gehad. Ben je 8 keer naar het toilet geweest? En dan loop ik gewoon uit. Kotsen? Nee, kak. Dat was fucking waterval. Kak. Kak. Dat is een waterval. Ik snap niet hoe dat blijft komen. Maar na een tijd is het gewoon op. Ja, dan wordt het gewoon... Ja. Lekker. Zo, ik zit lekker helemaal vol. Als er één ding is wat ik kan missen, wel aan krimpen, is het inderdaad wel snackbar de Krim die daar zit. Echt, ik heb hem wel pas echt een paar maanden geleden ontdekt. Maar die snackbar is heerlijk. Vooral de burgers. Oké, jongens, hè. Wow, wacht, ja, het werkt. We hebben een leuke app gedaan. Wacht. We hebben een leuke app gedownload. 10-10. Oké, let op. Je kan dus elk moment van de dag dan met elkaar praten. Een soort van walkie talk. Oké. Let op. Oké, Alex, ik ga nu mijn telefoon even lokken en in mijn zak doen, dus je moet heel even gewoon weggaan. Ja. En dan moet je straks ineens gaan praten. Oké? Kijk, normaal gesproken natuurlijk bel je iemand op en dan moet je de telefoon opnemen. Maar ik lok mijn telefoon nu. Hij is gelokt. Oké, nu is het wachten tot Alex gaat praten. Ik doe niks, let op. Hij zit gewoon in mijn zak. Ik kan echt niet nadenken. Hey, geef me even een fucking tijd of zo, want ik wil echt maar niet eruit. Hij werkt al! Hij werkt al! Ik ben al bezig. Hij werkt al! Gast, het werkt gewoon. Het werkt gewoon letterlijk. Oké, ik ga eens even hier staan. Oké, dit is gewoon een walkie-talkie app. Ik kan dus elk moment van de dag met deze app gewoon een berichtje sturen naar Alex of gewoon praten tegen hem. Je hoort mij nu toch ook? Gio, dat kun je ook via WhatsApp. Ja, maar dat zijn voice memo's. Dit is live. Maar zeg maar, dit moet je op play drukken, zeg maar. Ja, maar kijk, het is gewoon een walkie-talkie. Je drukt hem in en dan praat je tegen elkaar. Ja. Dus stel je voor dat jullie aan het wiepen zijn of zo en dan praat ik ineens. Ja, ineens. Als de telefoon naast me ligt of zo. Mijn telefoon doe ik gewoon nu uit, zie je? En stel je voor, ik heb nu gewoon zin om even tegen Alex te praten. En hij heeft die app ook. Yo, Alex. Yo, hoor je mij? Ja, ik heb dat ding niet weg. Je ziet het. Wat? Ja. Zeg maar, normaal met telefoon moet je natuurlijk opnemen. En dan, ja, als je geen zin hebt om te bellen, dan heb je geen zin om te bellen. Maar dit is gewoon, je hoeft hier niet voor op te nemen. Je kan gewoon gelijk praten. Het is dus eigenlijk gewoon echt een walkie-talkie. Dit is toch een zieke app? Ja. Toch? Ja. Vet handig. Ja, het is wel lachen. Ik ga het straks wel gebruiken. Stel je voor, jij zit straks thuis of zo en dan kan ik gewoon ineens tegen je gaan praten. Ja. Gewoon uit het niets. Zonder dat je opneemt of zo. Ik zou wel echt doodschrikken. Ja, ik zou wel ook doodschrikken. Dan komt ineens jouw stem uit mijn telefoon. Dat is toch gek? Ja, gaan we doen. Oké, jongens, het is helemaal donker hier. We gaan de motor uitzetten en naar binnen. Zo, jij is lekker te rapen. Wow, eigenlijk ook echt gevaarlijk. Stel je voor, je hebt dit met je vrienden. En je weet dat je vriend of zo in de klas zit en hij heeft een toets of ik noem maar even iets. Dan kan je via... Mensen nou niet op ideeën. Wat zeg je? Ik zeg, je brengt mensen nu echt op ideeën. Ja, dan kan je gewoon ineens praten terwijl je telefoon in zijn zak zit. Ja, dat is echt helemaal niet handig eigenlijk. Yo, Aal, kan je even een glaasje drinken brengen naar de tafel of niet? Yo, ik ben even bezig met mijn duim in mijn kont steken. Dus, Oh, dat is echt niet chill, ouwe. Dat was echt... Waarom de fuck zou je dat doen? Waarom zou je dat doen, kill? Oh, nice. Broer. Dat is echt niet hard. Yo, ouwe, wc-papier is op, man. Kan je even nieuw brengen?
Alex is naar huis, jongens. En ik kan nu gewoon... Hij zit nu in de auto. Let op. Yo, Alex. Alles goed of niet? Zit je lekker in de auto? Broer. Deze, sorry, ik wel. Deze app is echt, echt mentaal, gast. Wow. Ik kan die echt niet houden. Wow, elk moment... Ja, stel je voor inderdaad. Ja, of je zit in de les of iets, of weet ik veel wat. Dan ben je echt zwaar de lul. Alex is dus de deur uit, jongens en meiden. Mijn broek staat trouwens open, ik ben net even naar het toilet geweest. En Lindy is boven even chillen, aan het chillen onder de douche. Dus, er ligt ook een cola blikje op de bank. Dat is niet heel handig. We zijn dus nu elke keer met daglicht bij het nieuwe huis geweest. Eén keertje in de avond. En in de avond gaat het zo... ontzettend mooi worden ook met de verlichting alles rondom het huis. 's Avonds echt een sprookje. En ik ga ook op de dag dat wij dus erin gaan, ga ik ook een cameraman laten komen die echt zieke shots gaat maken van sowieso overdag van alles. En dus ook met de nacht, dat je echt goed het verschil ziet. Ook drone shots waarschijnlijk echt van alles. Dus het gaat ook een hele mooie gave video worden, precies op de eerste dag dus dat we daar komen. Ik zit nu even lekker YouTube te kijken op de tv. Dames en heren, jongens en meiden, dit was de vlog vandaag. Wij gaan lekker slapen. Morgen om afstands komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online, dus ik hoop jullie allemaal er weer te zien. En ja, ik ga het lekker kort laten. Want wij zijn moe. Dus bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zie je later. Dus.